Ik zat op een vereniging, Neptunus. En daar voetbalde ik 's winters. En 's zomers ging je dan automatisch hombelen eigenlijk bij die club. We waren altijd met een bal bezig. We hadden altijd wel een bal, voetbal uit het ballenhok. Of een paar handschoenen als honken neerleggen. Één knuppel, een paar ballen en een wedstrijdje spelen met een aantal man. Nou, met name bij terugkomst had ik natuurlijk een bepaalde visie. En als je visie hebt, ja, dan heb je middelen nodig. Of dat nou menskracht is of financiën, wat dan ook. En Rotterdam heeft mij altijd wel gesteund in die visie. Dus heel veel zaken die nu terugziet in Nederland op honkbalgebied, die succesvol zijn, ja, die hebben vaak hun oorsprong in Rotterdam gevonden. Rotterdam maakt echt keuzes om grote evenementen naar de stad te halen. En men heeft natuurlijk een aantal organisaties zoals Sportsupport en Sport en Cultuur en Rotterdam Topsport. Ja, wat belangrijke organisaties zijn en wat die er eigenlijk voor zorgen dat die sport ook uiteindelijk goed landt in Rotterdam. Dus als je dat bij elkaar optelt, vind ik Rotterdam echt een sportstad.